Hallo, dag jongens en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op Ilko Gaming. We zijn vandaag terug in de Minecraft Survival wereld bij mijn leuke huisje wat we vorige keer begonnen zijn met bouwen en wat we deze keer verder willen gaan bouwen. Maar een huisje is natuurlijk maar één ding wat we nodig hebben. We hebben namelijk ook een mijn nodig. En nou weet ik niet of we hier al, ik ben het echt even kwijt, of we hier al een mijn aan het bouwen waren. Volgens mij nog niet. Maar misschien ook... Oh jawel. Hier hadden we al een kleine mijn gemaakt inderdaad. Ja, ik weet het weer. Misschien dat we ook even een pad naartoe moeten maken. Een pad naar de mijn. Hebben we gravel of iets? Of gaan we er van stenen doen? Stone, gravel. Kijk, we hebben gravel bij. Nice. Mooi. Dan gaan we een pad maken naar de mijn toe. Zo, deze kant op. Hoppa. Dit weghalen. Een beetje raar dat die blokken wit worden, maar blijkbaar hoort dat of zo. Oh, crap. Want dat hoort blijkbaar bij de rare textpack. Ik moet trouwens wel mijn computer een keertje updaten, want holy shit, nu ook. We zitten nu op 15 frames per seconde. Dat is niet chill. Wacht even. Ik ga even updaten hoor. Ah, crap. Het lijkt erop dat gewoon de shader echt heel mijn pc dicht trekt. En dat die er dus momenteel nog even niet in zitten. Sorry voor de verminderde textures. Ik vond shaders ook wel heel erg mooi eruit zien. Maar blijkbaar zit het er nog niet in op het moment. Hoppa. En zullen we het dus gewoon nog heel eventjes zo moeten doen. Helaas. Helaas. We kunnen niet alles hebben. Nou ja, is niet erg. Hup. We kunnen wel hier de grot ondertussen al wel verder kijken. Maar kijk, nou zien deze er ook weer goed uit. Even kijken. Want we hebben in ieder geval wat steen nodig. En we moeten dit wat verder naar beneden gaan hakken. Zodat we zo meteen een mijn hebben. Wat hebben we nog meer nodig? Kool. Kool hebben we ook nodig. Ik hoop dat we hier zo meteen ergens wat kool gaan vinden. Want we moeten misschien eens een klein beetje gaan exploren in de omgeving. Want ik zie nu al geen ene drol meer hier. Cher en Jacques. Deze kunt er eigenlijk al weg, want dat mag gewoon hier komen. Ik denk dat we eens een klein beetje gaan exploren in de omgeving, zodat we misschien wat makkelijker kist maken. Is misschien ook een idee, Joko. 4 kisten moet genoeg zijn. Zeg je 1, 2. 3, 4. Gaan we erin doen. Steen, we moeten nog een stenen shovel. Oh, we hebben kool. Wacht, we hebben kool. We hebben gewoon kool. Wat de hel? Waarom had ik dat nog niet gezien? Up, dit daar, dit daar, dit daar, dit daar. Kool, sticks. 12 kool. En dan hebben we 20 toortjes. Moeten we hier misschien de boel ook heel eventjes een beetje oplichten. Zo, langs de deur. Hier in de slaapkamer. Ja, vind ik wel mooi zo. Waarom heb ik deze hoek eigenlijk anders gemaakt? Of heb ik hier mooi van die palen neergezet? Heb ik deze hoek dat niet gedaan? Heb ik zeker gewoon... Yep. Hey, die gaan we eens even aanpassen. Alhoewel, dan krijg je wel dit heel lelijk. Hoeveel ruimte hebben we hier nog? Kunnen we het huis nog eentje uitbreiden deze kant op? Niet echt. Oké, dan niet. Kunnen wel die paar gravel die we nog hebben, kunnen we hier neerleggen. Ik weet niet waar dit pad heen gaat. Nog niet in ieder geval. Nog nergens is meer eigenlijk. Maar we kunnen dit al wel vast zo klein beetje krijgen. Een klein paadje zo naar ons huis toe. Misschien dat het ook handig is om een dak boven op ons huis te maken. Idee! Plan de campagne. Maken een dak. Ik ga in ieder geval ook eventjes deze wat verder omhakken, zodat we wat meer hout hebben. Nog een klein achtertuintje kunnen maken zometeen. En wat willen we nog meer gaan maken? Heerlijk dit. Minecraft Survival, lekker basics. Het begin. Hop, daar gaat mijn pickaxe. Het wordt tijd dat we de stap gaan maken ook naar iron tools. Zoveel leuke nieuwe dingen te doen allemaal. Heerlijk. Terug de mijn in. Ik denk dat we terug de mijn in moeten. We gaan in ieder geval op
Alvast eventjes. Leather boots. Nice. Like it. Kijk, en ik ben een dwerg. Heel oude dwerg. Heel oude dwerg in weet ik veel wat land. Whatever, it is my brie. We hebben iron nodig. Dus we gaan naar het paadje. Die gaan we volgen. Zien we hier ook zo. Eventjes wat torch bij moeten zetten bij ons pad. Zo langs het huis. Oh, nee, niet daar. Ik wil hier ook een torch hebben. Hier. Hier er langs. Tussen eentje. Bij de ingang van de mine. In de mine. Oh, en toen was ik alweer door mijn torch heen. Misschien dat ik iets minder ruig met deze torch moet doen. Dat ik in ieder geval ook eentje hier moet plaatsen ergens. Zo zeg ongeveer. Hier. Zo enigszins. Hier wat licht hebben, zodat we kunnen zien waar we naartoe gaan. Of hebben we nog meer torch? Oh, wacht, we kunnen meer torches maken. Kijk, 12. 12. Hoppa, hoeveel torch had je willen hebben, Hilco? 48 als het kan. Nou, dat is geen probleem. Dat kunnen we je in voorzien. 48 torches. En met die 48 torches kunnen we... Juist. Het fijn is als ik mijn computer een keertje ga upgraden, kan ik ook dingen als zeggen facecam en zo gaan aanzetten. Dat is wel zo leuk. Dan zien jullie ook dat ik een gezicht heb. En dat jullie echt naar iemand aan het kijken zijn. Niet stiekem mijn computer is die hier aan het spelen is. Dus ik moet deze gang dadelijk wel omhoog nog wat verder uitbreiden. Hey, cool! Nice! Nice! Heerlijk, joh. Ik had eigenlijk op zoek naar iron, maar coal dat doen we het momenteel ook mee. Zijn we prima happy mee. Eens even kijken. Torch erbij. Want het begint weer een beetje donker te worden. Het begint volgens mij ook nacht te worden. Maar ik moet eigenlijk wel meer RAM in mijn computer gooien. Mijn CPU trekt volgens mij makkelijk. Maar 8 GB aan RAM die ik erin heb zitten is een beetje weinig. En RAM is toch echt een van de makkelijkste dingen die je in je computer kan upgraden. Dus zou geen reden moeten zijn om het niet te doen. Maar ja. Need time. Niet at the time. Eens even kijken. Dan gaan we hier rond eens weer wat verder naar beneden hakken. Aan onze weg naar beneden werken. In de hoop dat we hier nog ergens iron tegenkomen. We zijn zo te zien al wat groter aan het maken. Niet helemaal per se de bedoeling meer per ongeluk gegaan. Maar prima. Daar. Zodat we ook hier hopelijk iron kunnen halen. Come on. Goed zo. En deze nog verder graven. En deze verder graven. En deze verder graven. En deze verder graven. Is niet zo spannend dit, maar ach. Wat maakt het uit? We zijn gewoon lekker aan het graven. Oh, en daar ging mijn pickaxe. Dat is het teken dat we voorzien moeten gaan houden. En ik baal alleen een beetje dat ik nog geen iron heb gevonden. Echt gewoon helemaal niet. Of ik heb gewoon geen idee hoe het in deze texture... Wacht. Of ik heb gewoon geen idee hoe het in deze texture pack uitziet. Iron. Of ik ben gewoon echt langs freaking alle iron dingen gegaan. Gewoon een compleet langsloop iedere keer. Hallo. Misschien dat we toch dat dak eens heel even moeten gaan maken. Wat hebben we voor het dak nodig? Waar willen we het dak eigenlijk van maken? En willen we misschien nog een tweede verdieping opmaken? Ik wil het dak eigenlijk niet... Ik wil het dak eigenlijk van andere kleur hout maken. Hebben we hier andere kleuren hout in de omgeving zitten? Zo, hallo. Goeiedag. Oh, daarachter. We hebben dit is volgens mij spruce wood. Daarachter hebben we oak wood. Kunnen we daar ook wel even heen. Maar ik ga eerst even slapen. Let's sleep. Shaders initialized. Yep, shaders initialized, maar niet aangezet. Weer snel uitgezet, omdat ze mijn computer dicht trokken. Wat hebben we nodig? We hebben in ieder geval een nieuwe hakbel dan nodig. Dus we moeten toch nog een tweede bijl maken. Dit werkt niet, Ilko. Fout 1.
En als we dan toch bezig zijn, kunnen we misschien ook net zo goed maar een nieuwe shovel maken. Ken je geen quad. En zwaardje kunnen we gewoon nog gebruiken. Oh, jullie hadden trouwens ook een aantal leuke basic mods. In ieder geval minimap mod die ik moest gaan installeren volgens jullie. Vond ik op zich wel een leuk idee. Vind ik wel een leuk idee. Dus ik ga waarschijnlijk een minimap installeren. En dan een aantal andere van die mods. Misschien dat het ook wel handig is om... Ja, dan moet ik sowieso mijn shaders mod ding uitzetten. Want anders trekt hij het sowieso niet. Hoppa. Eens even kijken. Maar al die mods kan ik natuurlijk gewoon gaan installeren. Hallo, dag meneer de zombie. Goeiedag. Hup, hij is dood. Goed zo. Monster Hunter. Nice, gelijk een achievement. Achievement get. Oeh, piggies. Hallo. Geef mij jullie vlees. Ik heb jullie voedsel nodig. Geef me vlees. Vlees. Piggies. En ik heb inderdaad weer een hele hoop comments gekregen, maar ik begin er een beetje aan te wennen. Dat de Chroma Hills die moet gebruiken. Gebruik John Smith Texture Pack. Ja, ik heb eigenlijk een beetje... Ik gebruik ook John Smith. Zien jullie dat niet? Niet helemaal meer op jullie bedoelde. Kijk, options, resource packs, Chroma Hills met daaronder John Smith. Dus als er textures zijn die niet in Chroma Hills zitten, dan worden ze gepakt uit John Smith Legacy. John Smith Legacy 2. Gebruik ik toch een klein beetje John Smith. Zie je wel? Zijn jullie ook weer happy? Heb ik gewoon mijn mooie Chroma Hills texture pack en hebben jullie het idee, hebben jullie in ieder geval je vraag, ja, je gelijk gekregen dat ik toch zeg maar John Smith ben gaan gebruiken. Wat is dit? Waarom sta jij op één freaking zandblokje? Rare boom. Oh, en nou kan ik natuurlijk net niet bij. Ja, en daarom stond je op één zandblokje. Oh. Meer. Nou, op één. Ja, dat dacht ik al. Dat was de bovenste. Kunnen we deze weghalen? Hoeveel hebben we er? 35. Dat is wel eventjes genoeg. Dat is wel heel eventjes genoeg. Come on. Goed zo. Een dak voor mijn huis. Hopsalakeetje. Welke andere single player Minecraft Survival series kijken jullie eigenlijk? Er zijn er eigenlijk niet zoveel op het moment. Hè? Ik geloof dat Lars momenteel de enige is die er eentje doet. Of zijn er meerdere? Die ik gewoon niet weet. Lars is gewoon de bekendste die het doet. Kan ook. Je kan er niet van uitgaan dat de enige is, Ilko. Dat is eigenlijk wel heel... Heel simplistisch nagedacht. Nou. Men maakt een ladder. Men neemt de ladder. En men plaatst de ladder... Ergens op een plek waar men een ladder plaatst. Hier bijvoorbeeld. Spruce wood planks. En we gaan natuurlijk een dak van dit maken. Ik bedoel, waarom zouden we het ergens anders van maken? En we willen ook wat van deze hebben. Dat we wat verschillende dingetjes kunnen gebruiken. En natuurlijk de gewone planks hebben nodig. En we gaan beginnen met een kleine laag zo op te zetten. Waar we zo meteen de planks tegenaan zetten. De stairs, waar we de stairs tegenaan gaan zetten. Stairs komen hier tegenaan. En ik vind dat hoe gaan we het doen? Gaan we het zo doen? Ja, we gaan het zo doen. En hier. Een kleine... Op. En met naar beneden. Tegenaan zetten. Een klein ding maken. Zo. Hoppa. Ouch. Damn. Oké, dit gaat echt nog heel vaak gebeuren waarschijnlijk. Oh, crap. Need more ladders. Meer ladders nodig. Zo. Hoppa. Extra ladders erbij. Kunnen we gewoon helemaal hier weer omhoog klimmen. Ik vind het wel leuk om hier, zeg maar...
Zo, daar. Nee! Damn it. Oké, die moeten we straks maar eventjes opzoeken. Hier eentje. Daar. Ah, come on. Daar. 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 Zo'n een dak te maken waarbij we... Zo. Ja, daar had ik dus gewoon net eigenlijk gewoon een normaal blok neer kunnen zetten. En jij moet... Ja, dit moet gewoon een normaal blok worden. Zodat je niet dat graag effect krijgt. Zo. Daar een normaal blok. Auw. Really? 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 Helemaal naar beneden? Nou ja, als ze hier toch zijn. Kunnen we het goed hier eventjes... Waar zijn ze? De planks pakken en dingen die we kwijt zijn geraakt. En eventjes wat eten. Om nom 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 nom. Om nom 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 nom. Om nom 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 nom. Hier plaatsen. Oh. Hehe, grapjas. Was niet de bedoeling. Daar, zo eentje. Die er bovenop. En dan moet hier dus een... Oakwood plaatsen. Of spruce wood. En hier moet eigenlijk weer oakwood komen. Zo. Even kijken hoor. Hier komt er eentje. En hier komt er een. En hier komt dan dus een ding zo tegenaan. Kijk, tadaa. Dit was wat ik in gedachten had. Wel een mooi huisje konden maken. Van, come on. Juist. Van dit. Hier. En dan hier tussenin. Komt. Hup. Hup. Komt daar bovenop. Komt er weer zo eentje. Komt er weer eentje tussenin. Daar, daar. Komen daar bovenop weer twee. Van deze. Yep, ik ben tevreden. Ziet er goed uit. Deze mag hier komen, denk ik. Zo, ja, hier. Hier. Eentje hier tussenin, eentje daar. Eentje er bovenop. Eentje hier bovenop. En twee er tussenin. Hop, hop. Tadaa. En dan kunnen we hier weer mooi. Juist. De trappetjes afmaken. Hoppa. Oh. Darn, we hebben er te weinig. Nou, moet ik even gokken. Want volgens mij zat hier. Dan zat hij dus hieronder. Zat volgens mij de stairs. Nee. Crap, verkeerd. Ja, zat stairs. Oké. Okay. Dammit. Verkeerd. Verkeerd weggehaald. Die mag terug. Die mag terug. Zo, niemand gezien. En... Yes. Oh, we hadden een trapje over. Mooi. Kunnen we die daar plaatsen? Die daar boven plaatsen. Hoppa. Oh, come on. Ik zei het trapje. Oh, ik kan geen trapje op trapjes plaatsen. Op de achterkant van trapjes plaatsen. Oké, okay, goed om te weten. Maar ik denk dat we wel meer spruce wood planks nodig hebben. Want anders gaan we niet genoeg stairs kunnen krijgen. 13 is niet genoeg. Moet terug naar het bos, terug naar het bos. Hey, meer bomen maken. Need more trees, thank you very much. Need a damn tree. Je staat in de weg. Boom, boom, boom. Deze boom. Deze is groot, hier krijgen we veel hout vanaf. Hoppa, kijk. Houthakker Eelke aan het werk. Bounce, bounce, bounce. Terug naar boven, volgende boom. Jij bent te groot, jou krijg ik niet omweg. Wat dat betreft is Tree Captator toch wel heel handig. En deze. Daar moeten we toch wel genoeg hout hebben om het dak af te maken.
mooie houten cabin in the woods. Alhoewel dat volgens mij een horrorfilm is en het is niet de bedoeling dat mijn huisje slash leven een horrorfilm gaat worden. Up. En bounce, bounce. Bounce, 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 bounce. Oh, wacht. Eerst stairs maken. Spruce wood. Die weg. En dan kunnen we hier weer meer stairs van maken. Thank you very much. Zo. En die kunnen we ook nog een keertje gebruiken. Kijk. 64. Nou, dan moeten we hem toch af kunnen maken, hè? Nou moeten we ons huisje toch wel af kunnen maken. Misschien dat we hem ook iets meer 3D moeten maken. AK. Dat we zeg maar links en rechts wat uit moeten laten lopen. En ik denk dat ik zo meteen heel even ga slapen. Want het is bijna nacht. Kijk, als we hem nou aan deze kant ook een beetje uit laten lopen. Dan hebben we gelijk een soort van 3D effect. En dat ziet er leuk uit. I like it. I like it. Hoppa. Nou, kunnen we hier door terug naar binnen. Hoppa. En het bed in. Om te slapen. Zo. Goedemorgen. Tijd om ons dak af te maken. Dak af te maken. Maken het dak af. Hop. Kom maar. Plaats. De friggin. Dank je. Stairs. Plaats de friggin stairs. Thank you very much. Daar en. Daar langs nog eentje. En daar langs hebben we dadelijk één kant van het dak bijna af. De andere kant van het dak nog. Plus die rare punt die we daar aan de zijkant boven onze, ja, boven ons bed gaan maken. Want hier komt natuurlijk ook een. Die we hier willen maken. Maar deze gaat deze kant op. Eerst deze kant op. Zo. Die kant op. Up. Jij daarop. Jij daarop. Jij daarop. En daar tegenaan. En dan wordt dit. Hier moeten we weer ook wood tussen zetten. Hop, hop. Ja. Doe heel even zo. Ah, nee. Dang. Oké. Okay. Plantencampagne lukt niet helemaal. Kunnen we hier niet tegenaan zetten? Oeh, dat is ook wel leuk eigenlijk. sorry. Even snel afgeleid. Hoppa. Kijk. En zo maken we een mooi dakje van Oakwood. Oakwood stairs. Eens even kijken. Hier nog eentje. Hop, hop, hop. Auw. wacht even. Deze klopt trouwens niet helemaal hier. Aan deze kant. Wait a second. Deze klopt niet. Dit moet 1 hoog worden. Dit moet... Oh my god, dit moet dit worden. Denk ik. Toch zo ongeveer hier. Deze dan daar. En dan kunnen we hier de trappen weer verder maken. 1. Deze kan trouwens ook wat verder maken. Daar eentje. Daar eentje. Hier aan de zijkant. En deze hier aan de zijkant. We hoeven alleen nog maar het hoofdstuk hier. Hoofdstuk? Of het hoofdstuk. En weer te weinig planks. Goedemorgen. We doen de derde keer dat we terug gaan naar het bos. Jezus. Hoeveel bomen zitten er in zo'n dak? Hoeveel bomen heb ik er eigenlijk al in zitten? 8, 9? Complete bomen in een dak zitten? Wow. Best veel eigenlijk. Hoppa. Thank you very much. Boom nummer 10 of zo? 11? Ik weet het echt niet meer.
Ik zeg dat dit gewoon boom 11 is. Boom 11 die we in het dak hebben zitten. We hebben 11 bomen, dit wordt boom 12 die we dadelijk in het dak hebben zitten. En dan hebben we gewoon 12 complete bomen verwerkt in mijn... Hallo, voedsel. In het dak van mijn huis. Wauw. Dat is best veel. Dus hebben we hier ook een hele kale plek in het bos gecreëerd. Deforestation heet dat in het Engels. Ik weet niet, of in het Nederlands is dat gewoon ontbossing. Ik wou zeggen, waarom leek ik de Nederlands term niet? In het Nederlands is dat gewoon ontbossing. Ah, ouch. Oké. Okay. Maar, al met al, zo voorstaan. Ja, heel even kijken hoor. Hoppa, hier op de boom. Vind ik wel dat we een vet... Ik bedoel, het is natuurlijk een basic huisje. Maar helemaal in survival gemaakt, vind ik het er wel heel erg vet uitzien. Ik vind hem wel gaaf. Ik ben ook serieus best trots op het huisje, jongens. Ik bedoel, het is best mooi. Hoppa, eens even kijken. Oakwood planks. Laatste paar stairs, 32. Daar moeten we er toch mee gaan redden. En als we het dan niet meer redden, dan weet ik het ook niet meer. Nog een pech. Hebben we gewoon pech als we dan niet meer... Seriously? Is dit nou een andere kleur? Spruce wood? Oh my god, ik heb gewoon het verkeerde hout gepakt. My god. Oké, okay, nou hebben we dus een hoop stairs van het verkeerde hout. Van... Crap! Dat was niet de bedoeling. En jij moet recht. Oké, okay, toen verneukte je jezelf helemaal. Come on. Werk gewoon mee of zo. Hoppa. Ik wil geen gat in mijn dak hebben. Kan ik niet hebben. Really? 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 Daar. Gat gedicht. Dit gat gedicht. En we zijn er bijna. Als we deze er plaatsen. Dun dun dun. We hebben een dak. Wat gaan we hier doen? Gaan we hier... Oh. Ja. Ik weet wat we hier gaan doen. Ik weet dat het echt fout en saai is. Maar. We hebben een. we hebben geen kachel of zo. Maar we hebben wel een schoorsteen. Kijk. Vanuit waar kunnen we de schoorsteen zien? Wat is dit trouwens voor een rare boom hier? De helft van een andere boom nu aan. We hebben een schoorsteen! Oh my god! I love my house! I love my house! Ik kan er eigenlijk serieus trouwens best uitzien. Nou jongens, we hebben een klein huisje. We hebben een dak op ons huis. Ik zeg, ik vind het mooi geweest. Oh, wacht. Frack, het is nog niet mooi geweest. Ik ben nog één kant vergeten. Crap! En ik had mezelf bedacht dat ik dit wilde doen. Hé, hey, we waren nog niet klaar. Hey, we waren te snel. We waren te snel. We kunnen eigenlijk vanuit deze kant kunnen we het wel gewoon met zand doen. Gewoon vanuit buiten. Ziet niemand. Niemand ziet wat wij hier doen. Tun, tun, tun. Dat wij dit met zand hebben gedaan. Komt u maar. 1, 2, 3, 4, 5. Hier nog eentje van die bovenop. Daar nog eentje van die tegenaan. Niet op die manier. Au. Damn. Oké, dit gaat niet zo goed als ik dat had gedacht. Noob Tower. Jij weer half weg. Wat krijgen we daar weer allemaal rare. Oh, en dit ging ook niet helemaal goed. Never mind. Oké. Okay. Deze C. Die er tegenaan. En dan deze kant ook nog. Dan moet hij natuurlijk aan alle kanten wel een klein beetje uitsteken. Hè? Kijk. Nou is hij echt af. Ik jump hier ondertussen half naar mijn dood toe. Nog met een 3,5 hartje. Maar dat maakt niet uit. Kijk, nu is hij echt af. Nu is het een huis om trots op te zijn. Jongens,
Ik vind het mooi geweest voor vandaag. Ik zeg, ik zie jullie volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van Ilko Gaming. Ik heb een huisje. Vergeet niet beneden een comment achter te laten, een duimpje omhoog te doen. En als je het nu niet gedaan hebt, deze video te delen met je vrienden of je vriendinnen. En ik zie jullie volgende keer bij weer meer survival hier op Ilko Gaming. En ik ga eens lekker rustig naar een aantal mods zoeken. Laat beneden in de comments nog meer mods achter, als je nog leuke mods weet. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye. Ik zwaaide ook echt, dat zien jullie helemaal niet.